Om ladingen op een veilige manier uit een rek te halen of op een locatie te plaatsen, hanteer je een stappenplan. Dit stappenplan moet een automatisme worden bij elke heftruckchauffeur. Het zal je toelaten om op een snelle, maar toch veilige manier ladingen te verplaatsen. Neem je stapelpositie in door de referentiepunten te gebruiken, waardoor je recht voor de last komt te staan. Als je de last op en neer laat gaan of de vorken beweegt, moet je je voet op de rem zetten. Breng de vorken in horizontale positie. De vorken staan horizontaal als de mast verticaal staat. Dat kan je zien aan de piston, aan de dwarslatten en aan het vorkenbord. Je kan eventueel bijsturen als de vorken op ooghoogte komen. De last moet zich bij het inrijden zo'n 5 cm boven de liggers bevinden. Breng de last dus op de juiste hoogte. Zet de lading neer en maak de vorken vrij door ze een beetje te laten zakken. Moet je een last uit een rek halen, dan moeten de vorken mooi horizontaal tussen het rek en de palet inschuiven tot de lading de hiel van de vorken raakt. Hef dan de lading zo'n 5 cm op en controleer of ze mooi horizontaal staat. Tip desnoods bij. Kijk achteruit en rijd tot de beginpositie. Breng de vorken op zo'n 25 cm hoogte en kantel de mast achterover. Kijk of de weg vrij is en rijd weg.